Het bezoeken van een eenzame. Afval, dat blijft blijven. De juiste vrijwilligers hebben we die hier aan deelnemen. Als je partner zo verleidt, dan val je eigenlijk in een heel diep gat. Ik zit in de stadstafel en daar hoorde ik het vallen dat het in Zevenbergshoek gedaan werd en op Noordhoek. En toen dacht ik, dat moeten wij ook. Present in Vriendschap is ontstaan doordat de wijkzuster signaleerde dat er veel eenzame mensen in Feyenoord in omgeving zijn. Zij heeft dit gemeld eigenlijk bij Huis van de Wijk, bij Nico en Anja. Die zijn gestart met Present in Vriendschap. En mijn vrouw had hierover gelezen en die is op mij verder gegaan eigenlijk. Ik ben beneden gaan verdiepen in Rick Berkenvee. Dus ik ben her en daar geweest om Rick Berkenvee te bezoeken en heb daar zomaar licht op gestoken. En dan weet je ook ongeveer wat de gang van zaken is en hoe dat er aan toe gaat. Je valt dus in een diep gat en ik constateerde eigenlijk dat er helemaal niets is voor ons soort mensen. Ik heb wel altijd wat gerommeld natuurlijk en gerepareerd. Heb jij misschien tuinreppies? Ik heb een paar tuinreppies bij me, ja. Wij ondersteunen burgerinitiatieven omdat wij dat belangrijk vinden, ook als taak zien als social werker. Maar juist ook vaak omdat er maatschappelijke problematiek onder ligt. En we vinden het juist heel erg mooi dat mensen daar een eigen initiatief in nemen. Boudewijn is eigenlijk degene geweest die mij dat extra setje heeft gegeven om door te gaan. En toen heb ik contact gezocht met Renske. En Renske en ik zijn samen het uit gaan zetten en gaan kijken van wat hebben we nodig, wie benaderen we. En dat liep eigenlijk heel soepel. Het houdt in dat wij vrijwilligers zoeken en eenzame mensen en die aan elkaar koppelen om voor langere tijd met elkaar op te trekken, zodat de eenzame zeg maar een beetje uit zijn isolement wordt gehaald. Die zijn vandaag allemaal met hun eigen handschoenen, een vuilniszak en een knijpertje op weg en die zijn alle straten in Klundert, ze hebben per school een wijk, gaan dat opruimen. De mensen kunnen bellen voor een 1-op-1 gesprek. Mensen kunnen ook iedere eerste vrijdag van de maand hier naartoe komen. Van harte welkom bij ons eerste Repair Café. Woehoe! Ondersteuning via onze samenwerkingspartners. En op die manier kun je een duwtje krijgen. Willen we graag gezamenlijk een setje geven. En dan kunnen jullie er gewoon prima zelf aan de gang. En wij denken juist door, omdat het initiatief is van mensen uit de bevolking zelf, dat het veel langer leven beschoren is.